En eigenlijk de meeste dingen die ik doe zijn eigenlijk allemaal uit toeval geboren. Ik heb hier zeg maar gewoon heel veel, ik wilde al die spatten. En dan wilde ik zeg maar het papier van de schoenen afhalen. Zodat je zeg maar een blanke schoen hier had. En dan dat de spatten zeg maar de vorm gaven. Maar er lag zoveel verf op dat ik niet dat papier eraf kon halen. Dus dan dacht ik, nou ja, scheid, fuck it, ik doe hem gewoon zo. En toen liepen eigenlijk al die dingen liepen zo naar beneden. Het gingen al die kleuren door elkaar. Toen dacht ik, hé, stoppen, die houden we zo. En toen was deze geboren. En dat vind ik dan leuk en daar ga ik dan in de toekomst meerdere dingen mee doen. Ik weet niet of het ooit nog een keer zo lukt. Ik ben er altijd blij mee met die spontane... En ik doe ook een hele andere, niks met verf zeg maar. Dit is op vakantie twee maanden geleden in New York. Ik dacht, ik neem die plattegrond mee. En dit, als je goed kijkt, ik heb zeg maar in al die vliegtuigen al die kaarten gejat uit die stoelvakken. Ik zie het. En het zijn allemaal verschillende maatschappijen. Ik heb al die plaatjes, echt die belachelijke, ja, als je in nood zit, is het hele nuttige plaatjes. Maar heb ik eigenlijk allemaal uitgeknipt en daar heb ik zo'n soort kruis gemaakt, zeg maar het hart van New York. Je moet daar altijd heen met het vliegtuig. En ik weet niet of je ooit in New York bent geweest, maar je ziet overal in New York waar ze aan het bouwen zijn, hebben ze met spuitbus Post No Bills erop gespoten. En al die New Yorkers, wij plakken in Nederland overal posters op, maar die New Yorkers zijn heel netjes en doen het ook niet. Dus je ziet op al dat houtwerk in de lucht staat allemaal Post No Bills, Post No Bills. Dat was voor mij zo'n soort beeld. Ik dacht, ik maak zo'n soort kruis en dat dan het geloof van New York is dat ze nergens posters plakken. Dat heb ik dus met al die... Deze is weer heel anders. Schablonen, niet? Ja, dat zijn van die Berkie poppetjes waarvan ik het eerst heb het ding zeg maar geverfd, gespoten, geverfd. Daarna heb ik die dingen erop geplakt en toen met een spuitbus eroverheen. En dan heb je eigenlijk heel simpel, maar op een of andere manier werkt het wel. En ja, die is het ook. Maar dat is ook niet heel veel in. En deze is eigenlijk die mensen heel gaaf vinden. En hier kun je ook zien dat zeg maar strepen eroverheen plak en dan sommige stukken verf ik weer alleen, maar hier maak ik met schaduw, een zwart stuk eronder, zodat het een beetje schaduw is. En je ziet ook al veel nietjes erin zitten. En dan, maar dat vind ik ook wel grappig, zeg maar, aan het werk. En ik ben absoluut niet de schilder die heel mooi zo'n landschap kan schilderen. Maar ik vind het gewoon gaaf om plaatjes neer te zetten op allerlei verschillende manieren. En deze zijn, zeg maar, je ziet hier is die stonden ook beneden van die dozen waar fietsen in gaan. En die heb ik hier naast de fietsenwinkel, dus die haal ik dan bij de fietsenwinkel. Dat zijn echt hele grote, rauwe stukken. En dan snij ik eigenlijk gewoon met een broodmes. Dan snij ik de vorm die ik nodig heb, denk ik. En dan ga ik erop plakken en dan... deze was eigenlijk, dat is weer zo'n toeval ding, tot hier bedacht. Maar ik had dat er nog aan zitten. Toen ging ik eigenlijk zo'n beetje gooien in de field, zeg maar, op dat waar nog niks op was. Toen dacht ik, ach, dat is eigenlijk wel weer grappig dat ik hier dan niks heb en daar weer... En zo, en dan zie je op de achterkant. Hij is ergens op gelegen, maar hier zie je dan zie je het wiel van de fiets en dan dat is toch de andere kant van de fiets. Goed gedaan. En die Warhols. Dat is wel grappig, dat zo'n dag, als ik dan gisteren en vandaag, dan doe ik ineens allemaal een soort dezelfde. Weet je, soms doe ik heel wild en soms doe ik ze allemaal met zijn achtergrond in de... En ik heb nog net vanmorgen die spat, deze spatjes hierbij gemaakt, waardoor het iets ruiger maakt. Ja, dit is mooi. Hier komt het zeg maar bij de verzameling die ik niet ga verkopen. Ja, dus Nike het meeste. Met fans, ik heb je moet maar kijken, misschien als je daar langs loopt, kun je dat nog filmen. In de fanswinkel in Utrecht staat een schoen van mij, die ik heb gemaakt. Zo'n slip-on die met een beetje dit soort patronen erop. Die heb ik voor me getekend en met roze spatters. En daarvan hangt ook een schilderij in de fanswinkel. Ik ga proberen met fans, die vinden mijn werk heel leuk, dus ik ga kijken of ik met hun ooit, elke land mag altijd een eigen schoen maken. En we hebben nog maar één winkel in Nederland, dus dan mag fans Utrecht zeg maar een schoen maken. En dat vind ik heel interessant, ik wil natuurlijk graag iets tastbaars maken. Dus dat is bij fans Utrecht hangt het nog. Wat ik ook zo leuk vind, dit is de kunst van Evan York. En Evan York is een Amerikaan en die doet kunst op straat achterlaten. Moet je natuurlijk niet nu doen als dat. Ja, volgens mij heb ik dat wel. Ja, er is ook een Amerikaan of een Engelsman die het doet, maar Evan York is ook. Kijk, en dan ziet hier, zie je die gaatjes. Dit zat met tie wraps aan een bushokje en die andere zat aan een verkeersbord in Barcelona waar de modebeurs was. Daar was ik en daar zag ik ze hangen en ik had erover gehoord. En ik ga kijken en achterop, maar ik kan hem nu niet, want hij zit met spijkers in de muur. Er staat dat het free art of zo heet. En dan als je het lef hebt om het mee te mogen nemen, mag je ze hebben. En ze gaan op eBay echt voor heel veel geld. Maar ik vond het zo gaaf dat het op karton was. Dus dat was ooit, maar dit heb
anderhalf jaar geleden gevonden. En nu dacht ik daarvoor, ik vind het leuk om op karton te doen, want ik vind dat een gaaf. En dan ga ik over een jaar of twee of zo wel een keer op een canvas. Voorlopig lekker op karton. Niks meer te vertellen.